In heel Nederland zijn we bezig met die energietransitie. Die gaat ook Siddeburen niet voorbij. Nee, zeker niet. Die energietransitie vinden we met z'n allen heel belangrijk. En dat is ook landelijk afgesproken dat we van het gas afgaan. En dat is voor nu heel belangrijk, maar ook voor de toekomst. Maar dat betekent nogal wat. We staan hier op de gaslocaties waar ook het meeste gas wordt geleverd naar het BV Nederland. Maar we moeten van het gas af. Dat vinden mensen heel, heel erg belangrijk. En we moeten kijken naar alternatieve energie. En we moeten als inwoner van Nederland, iedereen moet daar een bijdrage aan leveren. Maar wel naar de juiste proporties. En we zien dat het hier op deze locatie echt buiten proporties wordt georganiseerd door de gemeente Midden-Groningen. Want er staan hier in principe rechts, hier hebben we de windmolens. Daar hebben we de gaslocatie van Tjuchem. Daar hebben we de gaslocatie van Siddeburen. En hier recht voor ons zou 30 voetbalvelden vol met zonnepanelen worden aangelegd. En dit is te veel. Het is genoeg voor deze inwoners. Want we noemen Groningen een windgewest. Nou, als ik richting Zuidbroek ga, dan hebben we nog de zoutcavernes. Het is genoeg in principe de provincie Groningen en voor het dorp Siddeburen. Eigenlijk heel opmerkelijk. Het college heeft uitspraken gedaan. Geen grootschalige wind- en zonneparken meer. Ja, dat klopt. Die uitspraken hebben ze gedaan. Die hebben ze ook opgevolgd. Dat klopt. Maar dit park is nog onderdeel van oude afspraken. En je moet wel als overheid betrouwbaar zijn. Die afspraak naar dit bedrijf is toegezegd. Dit proces moet nu gevolgd worden. We zitten nu in het proces van burgerparticipatie. Hè. We zijn druk bezig met samen met de 6 Schildmeerdorpen om te kijken wat gevolgen dit heeft voor deze omgeving. Vanuit het gebied, samen met de leverancier, om te kijken, ja, past dit wel? En uiteindelijk van ja, komt het er wel, komt het er niet? Want ja, wij hebben het als inwoners niet nodig, want dit is veel te veel. Want wij hebben afgelopen woensdag een ledenvergadering gehad. En toen kregen we de klachten al binnen van ja, er wordt zoveel zonnepanelen aangelegd, ook op de nieuwe school, dat omvormers er gewoon uitknappen met het mooie weer. Ik ben heel blij met het mooie weer, maar voor de alternatieve energie is het een drama. Want we leveren wel om 11 uur, maar om 12 uur gaat de omvormer eruit. En ja, dan moet je afvragen of dit zonnepark dan wel voor het gebied is of voor de Eemshaven voor een datacenter à la Google. Dus vandaar de emotie dat we zeggen, het is genoeg hier. Niet meer. Ja, we staan op de Akkerijnenweg. Bewoners zijn er niet blij mee. Aan de ene kant heb je natuurlijk een stroom in de bevolking die zegt van ja, we moeten met elkaar van dat gas af. Maar wat jij ook zegt van hier in Siddeburen is een eigen behoefte. Die behoefte is al redelijk voorzien. Dus eigenlijk zou er onderzoek moeten komen of dit dan nodig is. Ja. Het onderzoek willen we onderdeel maken van de dorpsvisie van het hele gebied. Kijk, wat heb je nu nodig in dit gebied? Wat heb je nu nodig voor Siddeburen? Meet dat. Wat heb je nu nodig? Maar over 5 jaar, over 10 jaar, want we gaan meer elektriciteit gebruiken. Meet dat en ga kijken hoeveel zonnepanelen heb je daar nodig? Hoeveel windmolens heb je daar nodig? Maar als ze er dan staan, dan staan ze voor het gebied. Als ze er staan, staan ze voor ons als inwoners van dit gebied. En niet voor Google Data Center in Eemshaven. En dat is de grootste emotie. Als het dan gebeurt, wij hebben onze verantwoordelijkheid voor de energietransitie, maar dan ook vanuit ons eigen gebied. Ja, nogmaals, die Akkerijnenweg, rechts van mij, daar is mogelijk nog uitbreiding van woningbouw mogelijk. Aan de andere kant, dus een enorm zonnepark, zou je kunnen zeggen van, echt handig is het niet. Maar in hoeverre is die stip op de horizon dan al gezet voor de eerste spade? Ja, dat is even afhankelijk van het totale proces. Dat is afhankelijk van dit proces burgerparticipatie, maar ook natuurlijk de deadlines voor de ISDE-subsidie voor volgend jaar. En ik vraag ook echt met klem aan de gemeente om dit gebied integraal te bekijken met de verschillende dossiers. We hebben hier straks de verdubbeling, we hebben het zonnepark. Mogelijkerwijs, en dat hier gebouwd, dat weten we niet. Maar pak het integraal aan en ga kijken wat hier over totaal 5 jaar totaal gaat gebeuren. Want nu kijken we dat zonneparkdossier. Over 2 jaar staan we hier weer voor de N33. De Geerlandweg gaat eruit, omdat daar planloos geen ruimte voor is. Daar hebben we keihard voor gestreden, want we willen graag dat het Schildmeer wordt ontwikkeld. Er komen mooie huisjes, 100 nu, misschien straks nog wel meer. Maar dat verkeer moet toch ook ergens naartoe. Ja, dat is wel een dingetje. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen van die lokale middenstand wordt er beter van. Maar goed, op het moment dat die Geerlandweg is, dan komt er Geerlandweg dus verdwenen is, dan komt er extra traffic ook door het dorp heen. Behoorlijk wat. Ja, en dat is ook de moeilijkheid in dit soort dossiers. Je moet het belang zien te wegen van alle partijen. Zowel de middenstand als de inwoners, als het gebied. En het moet ook een leefbaar gebied blijven. En het moet niet volgeplemd worden met toerisme en huisjes. Nee, het moet in balans een leefbaar gebied blijven. En ook voor iedereen, alle doelgroepen, daar gaat het om. Ja, wat is nou jullie volgende stap richting de gemeente? Nou, volgende stap, wij zijn onderdeel van het proces van burgerparticipatie. Maar we zullen de gemeente wel aangeven dat dit plan voor ons nog te vroeg komt. Want we willen eigenlijk naar die uitwerking van die dorpenvisie, om te gaan kijken wat per dorp nodig is. En dan aansluitend eventueel een plan van een zonnepark.
dit plan is eigenlijk voor ons te vroeg. Niet dat wij tegen energietransitie zijn, want dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid van deze generatie naar de toekomst toe. Maar dit plan past in dit gebied, is te vroeg. Ja, dan toch nog even over die Geerlandweg. Je zou kunnen zeggen van als geld het probleem is, dat is inmiddels nu opgelost. Want Den Haag heeft extra geld voor onze aardbevingsellende toegezegd. Ja, we hebben het gesprek gezien van meneer Rutte. Hè. De ereschuld zou ingelost worden. Nou, ik moet er zien wanneer dat geld deze kant op stroomt. Maar zo'n afslag als Geerlandweg zou onderdeel kunnen zijn van het geld wat deze kant op komt. Om toch het gebied op dat niveau leefbaar te houden. Dat die verkeersstroom via de Geerlandweg naar de Steendam toe gaat. Ik hoop dat we daar snel duidelijkheid over krijgen. Want ja, die ereschuld, ik moet het nog zien, het is 22 miljard. Ik heb begrepen dat het niet vrij geld is, dat het ook weer geleend moet worden in de begroting. Dus, maar we zullen ervoor vechten dat het, als het geld deze kant op komt, samen met de gemeente Midden-Groningen, dat het ook een onderdeel is van de inlossing.